Oké, nou, er zal ook wel geluid op komen. Ik zit hier in de sleeplift. Ja, het is echt een lullige schoteltjeslift in het Wieldental. Maar het Wieldental is toch wel een prachtig, ja, onontdekt plekje voor veel mensen. Je gaat natuurlijk naar de grote gebieden, die zijn hier ook wel. Ieffen, bij Rietselen natuurlijk, Obersdorf, Mietelberg. Maar hier, het Wieldental, het heeft één schooltjeslift, maar prachtige, rustige pistes zoals je ziet. Het is echt genieten. Geen klasjes, oh nou ja, sorry, één klasje. Dat zie je daar net aankomen, met wel vier deelnemers. En dat is het. Daar is de hut waar ik straks ga eten. En voor de rest is het alleen maar rust. Rust en sneeuw. Hier zie je nog een pad door het bos. Ook daar kun je skiën. Dus er zijn ook nog diverse mogelijkheden. Het is niet zo dat het één lullig afdalingje is. Maar je kunt verschillende kanten op. En uiteindelijk kom je weer beneden bij dat lullige schoteltjesliftje uit. Maar dat maakt niet uit. Want het plezier is er niet minder om. En ik moet zeggen, zo'n sleepliftje houdt je wel lekker warm. Alhoewel, over de temperatuur valt niet te klagen. Het is boven nul. Absoluut niet koud. Windstil. Morgen schijnt het ander weer te worden. Maar vandaag hebben we ideale omstandigheden om eens goed aan je techniek te oefenen. Want dat is ook iets wat hier natuurlijk prima kan. Niemand die op je let. Je hebt heel veel ruimte. Hè, dus een fout maken kan en mag. Maar ik ga zo even zonder stokken en met camera deze afdaling maken. En we zien elkaar beneden weer. Doei doei! Geniet of niet? Geweldig! Moet kijken wat een heerlijke ruime piste. En ja, helaas, we zijn nu alweer bijna beneden. Dat dan weer wel. Maar was dit mooi of was dit niet mooi?